Zeg Bart, jij hebt al een aantal keer tijdens dit gesprek gekucht. Dat is niet Ja. toevallig, hè? Wat lief? Dat is niet toevallig, hè? Nee. Ik ben nog een beetje aan het herstellen van het coronavirus. En dat heeft jou te pakken gekregen. Ja. Ik heb Céline en er beide van gehad. Maar goed, we zitten samen in quarantaine. De eerste dagen hebben we veel geslapen. Maar nu begint het toch wel een beetje te beteren. Neem een beetje van de gelegenheid gebruik. Maar we toch niet buiten mogen. Van de kasten een beetje te herschikken en uit te kruisen. Dat een beetje naar ons goed is van ons alle twee. Ja. Zeg, je hebt het nu zelf meegemaakt. Ja. Is het allemaal overdreven wat men vertelt over corona? Het is zeker niet overdreven. Ik ben een jongen, een sterke mens van ingesteldheid. Dus ik zou in principe niet echt vreesziek moeten zijn. Maar ik ben wel in ons bed gelegen. Ik kon naar huis 's morgens een keer de beest niet te geven en dat was het. En voor zware dagen dat toch fysiek uitgerust. Er zijn nog niet 100% uitgerust. Ik vind je dat nog lang in mijn lichaam hangen of ja. Ja, en wie deed dan het werk op de boerderij ondertussen? Niemand, het blijft allemaal een beetje liggen. Ja, Maar de zo varkens is moeten eten het krijgen. terug de week na aankomen voor het werk weer een beetje in te halen. Ja, maar de varkens moesten wel eten krijgen natuurlijk. Ja, dus dat deden we wel 's morgens en 's avonds. Ja, het noodzakelijke. Ja. Nu naar buiten sleepen. Maar ja, het komt wel goed allemaal. Ja. Ja. Zeg, en Celine, is hij ook thuis of? Ja, Céline is hier ook. Ja. Ja. Ik wens jullie allebei een spoedig herstel. En Voilà. veel, veel geluk in de liefde, kindjes, trouwen, alles, maar alles op zijn tijd, hè, Bart. Het Ja, hè? is dat, het is Maar geniet dat. ervan, zou ik zeggen, hè?